Was Van Eyck eerder een marketeer dan een kunstenaar? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Jan van Eyck, eerder een marketeer dan een kunstenaar. Dat is toch eigenlijk wel heel vreemd. Is Van Eyck niet die grote schilder, dat genie, die die prachtige afbeeldingen heeft gemaakt, die ervoor gezorgd heeft dat Vlaamse kunst in musea over de hele wereld opduikt? Is van Eyck niet die bekende kunstenaar met zijn banden met het hof van Bourgondië in de Gouden Bourgondische tijd? Is van Eyck niet die man die die mooie portretten heeft gemaakt van individuele mensen, kooplieden, burgers? Die die grote altaarstukken heeft gemaakt, dat Mooie Lam Gods, één van de topstukken van de kunst in de wereld wordt vaak gezegd. Toch vreemd om hem dan eerder een marketeer dan een schilder. Te noemen. Van Eyck was een groot kunstenaar, daar bestaat niet de minste twijfel over. Maar kon hij ook die grote kunstenaar zijn zonder ook een marketeer te zijn? Het antwoord daarop is denk ik nee. Van Eyck was een man die mee moest met bepaalde marktontwikkelingen, die die marktontwikkelingen misschien zelfs mee heeft gestuurd. Van Eyck was een ambachtsman, een ondernemer die van zijn penseel leefde. En die in de stad waar hij woonde en werkte, in Brugge, niet in Gent. Gent is de stad waar hij het lam Gods heeft geschilderd, maar Brugge was zijn plek. Hij was een ingeweken Bruggeling, zou je kunnen zeggen. Iemand die van buiten de stad kwam, maar zich in Brugge vestigde omdat daar net de mogelijkheden van het marketeerschap veel beter waren dan elders. Het was een stad van kooplieden, waar buitenlanders rondliepen, die allerlei exotische goederen brachten. En een van die exotische goederen geeft misschien de sleutel van het antwoord waarom we van Eyck ook een marketeer kunnen noemen. En ik sta erop: tapijt, een Oosterstapijt, een tapijt uit Anatolië, toenmalig islamgebied. En dat tapijt dat is heel vreemd, dat vinden we vele keren op het uivere van Jan van Eyck terug op grote altaarstukken, zoals dat bekende stuk van Canunick van der Palen... waar de Madonna zit op zo'n oosters tapijt. Maar ook in privéinterieurs van mensen. Privéinterieurs zoals op het schilderij van de bekende dubbelportret... van Giovanni Arnolfini met zijn vrouw... waar die vrouw staat op een oosters tapijt. En Van Eyck was niet de enige... Die dat deed. Zij was misschien wel de eerste die dat tapijt zo centraal zette in de afbeeldingen die zij maakte. Want als we kijken naar de opvolgers van Van Eyck, schilders die in Brugge actief waren na Van Eyck in de jaren 1450, 60, 70, 80 tot diep in de 16e eeuw, mensen als Petrus Christus, Hans Memling, Gerard David, ook zij schilderden voortdurend tapijten. Waarom nu dat Oosterse tapijt? Eigenlijk is het wel heel vreemd. Hè? Niet zo vreemd dat er allerlei zaken op een schilderij staan, maar waarom bij Bruggelingen en bij Van Eyck dat tapijt zo centraal staat? Nou, dat is de vraag, hè? want eigenlijk is het zelfs eigenaardiger dan het lijkt. Want als we kijken naar de huishoudens in de Vlaamse steden, zelfs heel rijke huishoudens, dan vinden we daar geen Turkse tapijten terug. Oosterse tapijten zijn eigenlijk geen onderdeel van hun dagelijkse materiële cultuur. We weten van Turkse tapijten dat ze bijzonder populair waren in Italiaanse interieurs. In Florence, in Venetië, hadden mensen gewoonlijk wel een oosterst tapijt in huis. In Vlaanderen zal dat niet gebeuren voor de 16e eeuw. Pas in de 16e eeuw, dus 60, 70 jaar na Van Eyck, vinden we meerdere tapijten terug in de rijkere interieurs... Van Vlaamse huizen. Maar nog niet in de periode dat Van Eyck schildert. Dus er is iets aan de hand. En het is zo dat waarschijnlijk van Eyck, die veel Italianen heeft geschilderd in zijn leven, die materiële cultuur van de Italianen heeft leren kennen en dacht. Dat is het. Hier kan ik iets mee doen. Ik ga wat meer van die tapijten schilderen. En we vinden ze dan ook voortdurend terug op schilderijen en gaandeweg ook op schilderijen die bedoeld waren voor Vlamingen. Dus iets dat voorkomt in Italiaanse interieurs, verhuist eigenlijk op een bijna virtuele manier naar Vlaamse interieurs, als een schilderij zo'n tapijt afbeeldt. Vlaamse interieurs hebben met andere woorden enkel het beeld van een tapijt, maar niet het tapijt zelf. En dat is nu heel interessant. Dit tapijt, dat waarschijnlijk helemaal niks meer van Eik te maken heeft, en dit tapijt heeft inderdaad niks meer van Eik te maken, maar het toont eigenlijk een fundamenteel. ...iets van de kunst van Vlaamse schilders uit die periode. Een tapijtafbeelden is zoveel als zeggen van... ...kijk eens, dit is van ons. Dit is gemaakt door kunstenaars die made in Bruges hanteren. Dit is Brugs, want schilders die niet in Brugge actief zijn... ...zoals Rogier van der Weijden, Hugo van der Goes... ...die werken in Brussel, in Gent. Sommigen in Doornik en dergelijke meer... Hè, die Deelde geen tapijten af. Het zijn enkel kunstenaars die actief zijn in Brugge, die die tapijten gaan schilderen en in grote hoeveelheden. Dus het heeft iets te maken met herkenbaarheid van het stuk, natuurlijk ook met prestige. Het is een beetje zoals een BMW of een Mercedes, die je niet alleen koopt omdat het de beste auto's zouden zijn. Die koop je ook omwille van het prestige dat die auto oplevert. Iedereen ziet van wauw. Wel, die tapijt is net hetzelfde. Iedereen associeert die tapijten wellicht met Italianen, rijke Italiaanse kooplieden. Dus mensen die dat laten afbeelden op een schilderij, daar gaat iets van die. Dat prestige van de Italianen over in die afbeelding. En wordt dus als het ware toegeëigend door die Vlaamse bezitters van dat schilderij. Het heeft dus ook te maken met klantenbinding. Die schilders worden bezocht door opdrachtgevers. Die verwachten dat dat specifieke object zal worden afgebeeld. Want dat levert prestige op. En die schilders gaan dat inzetten. Die zal zeggen van. Ik ga er een tapijt op zetten, want dat verwacht men van mij. En dus kan ik beter, meer en misschien zelfs duurder verkopen. Het versterkt met andere woorden de marktpositie van de schilder om mee te gaan in de smaak van de klant. Het is een vorm van winstmaximalisatie van een ondernemer. Het is met andere woorden een marketingtruck. En dat gebeurde niet alleen met tapijten. En ook niet alleen in Brugge trouwens. Maar in Brugge, de opvolgers van Van Eyck, Van Eyck heeft het zelf nooit gedaan, gaan heel nadrukkelijk op schilderij ook vaak de Brugse skyline tonen. Met de torens van de stad, de Onze Lieve Vrouwentoren, Belfort en noem maar op. En toen was Brugge natuurlijk al een prestigieus kunstencentrum. Dat mensen zien: van kijk, dat is in Brugge gemaakt. Dus daar heb ik wel wat voor betaald. Dat levert prestige op een sociaal prestige. Het is niet alleen mooi om naar te kijken, het is made in Bruges, dus het levert prestigio. Als we kijken naar de klanten van Van Eyck, zal je dan zeggen, hè, er, daar is toch iets mis mee, want Van Eyck wat, dat was toch de bekende hofkunstenaar, de man die voor Philips de Goede werkte, de grote hertog van Bourgondië, een van de machtigste prinsen in Europa op dat moment. Hè. Maar als we kijken naar waar nu eigenlijk de klanten van Van Eyck zitten, dan is dat niet zozeer de hertog of zijn onmiddellijke entourage. Zeker, hij heeft voor de hertog gewerkt en een van die passages is bekend. Hij is naar Portugal getrokken in het gezelschap van een groot aantal edelieden... om daar de aanstaande vrouw van de hertog te gaan schilderen, Een portret, hè, want de hertog, die een bepaald een heel grote vrouwenliefhebber was, die moest zien met wie hij uiteindelijk in bed zou belanden, hè, op voorhand liefst. Hè. Uh, dus hij deed dat, hè, want hij was de hofkunstenaar. Dus hij was de eerste persoon om aangesproken te worden om dat te doen. En die reis naar Portugal, samen met die edelieden is zelfs een beetje in ons collectief geheugen gebleven. Recent, naar aanleiding van het Jan van Eyck-jaar, heeft Studio van der Steen er zelfs een Susken en wisken over gemaakt. Maar dat verhaal geeft eigenlijk toch wel een verkeerd beeld. Het toont hoe Van Eyck een nauwe medewerker was van de hertog, een hofambtenaar, maar werkte vanuit zijn studio. En het is uiteindelijk waarschijnlijk zelfs bij die ene opdracht gebleven. Voor de rest weten we eigenlijk niet zoveel of Van Eyck rechtstreeks voor de hertog heeft gewerkt. Nee, we weten wel dat hij gewerkt heeft voor anderen. Voor hoffunctionarissen, voor ambtenaren. De betere ambtenaren weliswaar, die zich wel een schilderijtje konden veroorloven. Zoals de eerste minister, kanselier Nicolas Rollin. Een heel belangrijk man, daar niet van, maar niet de top. De grote adel van de Bourgondiërs, dat was niet Nicolas Rollin. Dat waren de families van de Croix, de Lalin, de Lannoy. Allemaal Vlaams-Henegouwse families. Eerder dan die man die uit het verre Bourgondië was komen aanwaaien. En naast die klanten aan het Hof werkte Van Eyck toch in eerste instantie voor mensen die hij in Brugge leerde kennen. Voor Italiaanse kooplieden. Arnolfini uiteraard, die ook trouwens hofconnecties had. Maar Italiaanse kooplieden, Brugse burgers, instellingen. Geest-religieuze instellingen, dat waren eigenlijk de klanten van Van Eyck. Het waren zij die eigenlijk de business van Van Eyck overeind hielden. En zij die investeerden in het talent van die grote kunstenaar. En dan is de vraag waarom. Waarom in deze periode? Van Eyck was het begin van een hele grote ontwikkeling waarbij de, de schilderkunst, maar niet alleen de schilderkunst... Uh, ook vooral de mode, hè? een grote vlucht nam. Brugge, dat was het Milaan van de 15e eeuw. Het belangrijkste centrum van mode. En noem maar op, allemaal luxe producten. Hè? Uh, die zich richten nu niet tot de toplaag, maar tot de lagen daaronder, tot de middengroepen in de samenleving. Er is dus iets aan de hand in die periode. En dat is iets waar Schilders als van Eyck, maar eigenlijk. Ook kleermakers, schoenmakers, hoedemakers, beurzenmakers, leerbewerkers, noem maar op. Allemaal ambachtslieden op kapitaliseerde. Een grotere vraag die gegenereerd wordt door een verandering van inkomen in de samenleving. Na de Zwarte Dood, en dan zitten we rond 1350, dus eigenlijk 70 jaar voor Van Eyck, vindt er iets fundamenteels plaats. Een derde van de bevolking sterft, wat leidt tot enorme sociale ontwrichting. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: ook tot grote inkomensverschuivingen. Plots waren er arbeidskrachten te weinig, en dus mensen konden hogere loon vragen. Plots kregen mensen sneller dan verwacht hun erfenis en konden dat uitgeven. Plots was er meer vraag, ook al omdat de landbouwprijzen in elkaar zakten. Uh, was er meer vraag naar duurzame consumptiegoederen. Zaken zoals schoenen, kleren, meubels, schilderijen. Kunst werd met andere woorden een consumptieproduct. Van Eyck was misschien de top van die consumptie. Maar onder Van Eyck zaten honderden schilders die aan de vraag voldeden van die nieuwe middengroepen in de samenleving. Die plots veel meer geld uit te geven hadden en plots ook dat geld wilden uitgeven om zich een plaats in die samenleving. ...te geven. En daardoor investeerden ze in kleren, in meubels, in huizen, uiteraard. Als je rondloopt in Brugge, de meeste van de originele middeleeuwse huizen... ...zijn eigenlijk uit die periode afkomstig. Men gaat bouwen, men gaat dus ook kunst in huis halen. En kunst, een heel specifieke kunst. Want er is iets toch heel eigenaardig aan die schilderijen. En nu is een schilderij, een Van Gogh, een Van Eyck, onbetaalbaar. Dat kan je gewoon niet betalen. Dat gaat in de miljoenen euro's. Van Eyck kan, wordt trouwens niet verkocht. Maar mocht het op de markt komen, dat zou alle records spreken. Maar dat was toen niet zo. Schilderkunst was eigenlijk een relatief democratische kunst, zou je Relatief goedkoop. Het gaat over hout en verf. En het talent van een kunstenaar. Niet bepaald dure ingrediënten. Af en toe is een dure kleurstof... Maar niet vergelijkbaar met de echt dure kunst van die tijd. Wandtapijten die in Brussel, in Doornik of in Oudenaarde werden gemaakt. Borduurwerk met veel goudraad, waarbij allerlei religieuze voorstellingen werden afgebeeld. Dat, dat was de dure kunst. Dus kunst... Voor die nieuwe groepen in de samenleving was een kunst die betaalbaar was, toegankelijk was. Die kon worden toegeëigend, waarvan de beeldentaal kon worden toegeëigend door die nieuwe groepen die belangrijk geworden waren op dat moment. Kunst is met andere woorden ook een product van de maatschappij, waar het thuis hoort. Dus als je mij zou vragen, was Jan van Eyck eerder een marketeer dan een kunstenaar, dan zou ik zeggen, misschien. Vanuit ons standpunt, met die prachtige schilderijen die in de belangrijkste musea van de wereld hangen, misschien niet. Hij was een heel belangrijk kunstenaar. Hij heeft allerlei trends in gang gezet. Hij was de uitvinder van dat Ikeaanse realisme, waarbij mensen werden afgebeeld zoals ze bijna waren. Niet helemaal, maar het lijkt er al op. Hij was de grondlegger, of één van de grondleggers van die school van Vlaamse primitieven, die nog honderd jaar na zijn overlijden eigenlijk zou voortduren. Hij is ook de man die bekend was in zijn tijd om een nieuwe schilderstechniek te hebben. Maar die grote kunstenaar van Eyck zou dat nooit geworden zijn als hij ook geen echt groot ondernemer was geweest. Als hij niet ingespeeld had op die sociale veranderingen die zich in die samenleving hebben voorgedaan voordat hij zelfs maar begon te schilderen. Als hij niet had ingespeeld op die nieuwe groepen die geïnteresseerd waren om die kunst te hebben en daarin te investeren en ermee naar buiten te komen. Van Eyck was dus een ambachtsman, een vakman, die zijn klanten moest tevredenstellen, die zijn zaken op orde moest hebben en vooral ook mee moest surfen op de smaak van zijn klanten. Soms zit hij die smaak, zoals met deze tapijten hier, Misschien zelf in gang, hè? door iets te introduceren van, waar hij vermoedde van: dit lukt wel. Hè? Dit gaat uh, een gat in de markt zijn. En dat lukte met dat tapijt, volgens mij. Maar voor andere dingen volgde hij ook gewoon trends. Dus Van Eyck was niet alleen een kunstenaar. Hij kon die kunstenaar ook niet zijn zonder die geweldige marketeer en ondernemer te zijn. Dus ja, Jan van Eyck was ook een marketeer.